Yo mensen, Mark hier en we zijn weer terug met een nieuwe video van Resident Evil Village. Ja, we zijn net aan de game begonnen. De reden dat ik dit eventjes vooraf opneem is omdat ik het eerste gedeelte op stream op Twitch heb gedaan. Dus vandaar dat daar eventjes een andere intro is dan normaal. Maar in ieder geval, veel plezier met Resident Evil Village. I haven't cut open a man in a while. Let me string you up, slice your jugular, and just watch. Take an alive, dead, which would you prefer? You will look wonderful mounted in our hall. Huh? Your hand is weer heel. Oh, ja, niet gezien. Niet echt gezien, maar oké. Oh, valt wel mee. Maar engheid valt er nog wel mee. Rennen? Nee, valt wel mee. Ga nog een half uurtje door, jongens, dan stop ik er wel mee. Dan morgen weer een ochtenddienstje. En de game die valt me echt prima. Ik vind het goed en lekker. Zo. Oh ja, kijk hoe kan een Ben. Weet je ja. Eén keer vergeet ik het, de andere keer niet. Ben aan het zoeken naar dingen, jongens. Ben aan het zoeken naar dingen. En dan ga je dan weer door met de game. Ik ga door met de game op YouTube. Het wordt een soort van serie. Het eerste gedeelte zou ik gaan streamen. De 2 uur. En daarna zou ik verder mee gaan als serie op YouTube. Metal scrap. Okay. Muziek veranderd. We staan weer bij de ziekenlijn. Thank you.
Oh, zo, jongens. Headshot, ja. Nou, het is niet zoveel zombies, hè. Zo, hè. Hij gaat toch twee delen? Je hebt toch twee delen van het spel? Nee. Ja, deel 7 en deel 8. En als je twee delen bedoelt, dan zal het waarschijnlijk zijn geweest dat een ander iets was. Ander momentje. Ja, een dooskist. Daar kan ik nog niet in. Dat was denk ik in de demo. I believe Cassandra caused all this mess. Ja, ga wel lekker inderdaad. Ga wel lekker. I need blood. Warm, wet, bright red blood. You're tonight's main dish. Where are you going, little one? Bullets cannot harm. Bullets meet. You stupid man thing! How dare you bare your teeth at us! I'll slice your throat and stuff it with worms! Move your hands! I won't forgive you! You bastard! Impertinent man! Drop, thanks for the 100 bits. I'm sick of fighting you. Give up! I feel no pain! Behave! Not like this! This can't be! I should have killed you sooner!
Dat was één. De dochters. Wel smalle ruimte was het voor een boss fight. Jeez. Echt een smalle ruimte. Wel smalle ruimte. Gaat niet heel lekker. Nou, we hebben hem. Was denk ik een mini boss fight, ja, zoiets. Nice. Recoil capacitor. Nice, 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 nice. Ja, die is dood. Bekers. Heel toevallig. Dat er daar een lockpick ligt net. Heel toevallig ook. Oh, wat. Nu weet ik al waar ik heen moet. Naar de wijnkamer. Naar de wijnkamer, jongens. Ik denk al een fles wijn. Nice. Yo, Kaaskop, welkom terug. Welkom terug. Een sleutel. Een sleutel. Mark, waarom ben je zo goed in deze games? Geen idee. Geen idee. Geen flauw idee. I've expanded my services. Please, come take a look. Shall I choose something for you? Please do take a look at my new stock. Die kan verkocht worden. Dissatisfied? I believe this is a fair price. Oh, even kijken. Congratulations. With this, you'll not worry about missing anything. Thank you for your patronage. We gaan het zien. Ik ga hem even opslaan, jongens. Gaan we het laatste stukje even doen. Courtyard key. Even kijken, courtyard. Labyrinth pad. Courtyard key. Die zit in de dining room. Nee. Niet hier. Oh, entrance hall. Main hall.
Shall I give you the tour? What the fuck? Ah, oh, god. How's it feel? Van die andere dochter ineens langs. Die andere dochter van ineens langs. Hai, 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 hai. Weet je dat gisteren wat je oppakt van dochters als je slagen hebt niet in de standaard zit in de gang? Nee, geprobeerd. Anders was het wel een key item als dat moest. Was het wel een key item als ik dat had moeten doen? Kak. De mystery. Oeh. Is kwaad. Lekker in bad, ja. Lekker in bad. Oh, dat had dus geholpen. Ja, dat was dus een trap. Nice. Dat was een trap. Kijk eens op. Hey, kijk. What the hell? Ik heb geen idee wat dit is, jongens. Oh, oh, crap. Ja, inderdaad. Kelder vol bloed, zeker. Ik heb een wat van mijn neus. Party! Ja, niet echt. Doe me een plezier. Blijf even dood, jongens. Ik zag het niet, zag het niet. Oh.
Ik zeg het niet. Oh god. Oh. Zit niet eens voor mijn neus. Mooi, kijk een mooi save hier. Oh. Nee, ik heb denk ik geen opslagkist om mijn dingen in te bewaren. En ja, ik ga hier trouwens wel een einde bereiden aan de game. Want anders verraad ik straks te veel. Oh, kan niet eens even op. Oh, laat maar, heeft hij al gedaan. Oh. Om jullie een beetje spanning te houden. Ga ik in ieder geval de rest van de serie op YouTube verder doen, voor nu. Nou ja, dit was in ieder geval een klein stukje van Resident Evil Village. Ik hoop dat jullie wel iets van de game vonden, vergeleken met de demo. Zit de spanning er wel flink diep in. Maar nou ja, dat zien we inderdaad. Oh. En het was zeker een mooie livestream. Ja, de rest gaan we natuurlijk op YouTube doen, zoals ik al zei. Deze ga ik even downloaden straks en dan... Gooi ik hem even in de hoogtepunten, zodat die download bij is. Oh, god, prima. Brent, thanks voor de 100 bits, joh. Maar ja, we gaan in ieder geval verder met de serie op YouTube. En dan, komt het wel goed. In ieder geval, mij beviel de game prima. Nog weinig schrikmomentjes, wel een beetje angstige momentjes. En ja, als we op YouTube ermee verder gaan, zien we dit wel. Ik moet morgen helaas vroeg op, dus ik ga de stream voor nu even afkappen. Maar ja, van de week zijn we weer lekker live met een andere game. Dus ik zie jullie dan wel bij die game. Ga eventjes snel wat dingetjes fixen. Dan zien we het jullie wel. Mensen, super bedankt. Jullie weer bij een volgende stream. Ja mensen, dit was het dan weer voor dit deel. Super bedankt voor het kijken. Hoop ik hebben jullie genoten van dit deel. Zo ja, vergeet niet je duimpje omhoog te doen. En ik zie jullie weer bij een volgende video. Later!